Deze week in Nieuwsronde. De nieuwe Harry Potter is er. Centrumplannen voor Abcoude. Opening plus code. Toekomstplannen voor Forte. En sportverkiezingen komen eraan. Het nieuwste Harry Potter boek is uit. De verkoop van Harry Potter en het vervloekte kind is op de nacht van 18 op 19 november van start gegaan. Ruim 9 jaar geleden verscheen het laatste boek. Het was wel een beetje een verrassing natuurlijk van de zomer. En ik moet ook zeggen dat ik van die Engelse Harry Potter echt al heel veel verkocht heb. Dus ja, nou ja. Dus het moest gewoon. Ja. Was het druk? Het was niet zo druk als de vorige keer. Maar het leuke vond ik hier dus van dat ik nu met de klanten kon praten. Dat je een gesprek aan kon gaan. Dat was de vorige keer niet zo. Nee. En dat vond ik gewoon heel leuk. Ja. Heb je het boek al gelezen? Nee. Want er zit dus echt een... Ik heb een contract moeten tekenen. Ik mocht het echt pas om 12 uur openmaken. Uiteraard heb ik dat iets eerder gedaan, want ik moest het hier neerzetten. Maar... Ik had het echt... Nee, dat doe ik dus echt niet. Want ik ben veel te bang dat ik dan een boete krijg. Ja. Dus je weet ook niet waar het boek verder over gaat? Nee, ik weet dus dat het over het kind van Harry Potter gaat. 9 jaar na dato. En ja, oké. Maar ik ga echt straks in mijn bed liggen lezen. Ja? Ja, absoluut. Ja. Ja. Nelly Groenendijk is niet de enige die het boek zo snel mogelijk gaat lezen. Ben je een Harry Potter fan? Ja. Heb je andere boeken ook? Ja, allemaal gelezen. En nu vanavond gelijk in bed dit lezen? Ja. Ja. Probeer zo snel mogelijk uit te lezen. Mm-hmm. Met mijn opa heb ik een traditie. Altijd de eerste zin van het boek lezen. Ja. En dan pas weer verder. Ja, volgens mij was je al verder dan de eerste zin. Ja, maar dat kwam omdat jullie erbij waren. Okay. Maar hoe ga je het heel snel uitlezen? Of... Nou, dat weet ik niet. Want ik ga het wel samen met mijn opa lezen. Okay. Ook al heeft hij het boek al gelezen, maar dan in het Engels. Mm-hmm. Want hij vindt het altijd leuk om samen te lezen. Ik heb alle boeken van Harry Potter samen met hem gelezen. Sinds 1997 zijn de Harry Potter boeken al een succes. Waar Harry Potter zijn populariteit precies aan te danken heeft, is moeilijk te zeggen. Dat is wel een hele mysterieuze vraag. En daar moet ik heel erg over nadenken. Ik durf het niet te zeggen. Kijk, de films onderbouwen de boeken. Dus het nieuwe publiek, want ik heb echt nieuw publiek hiervoor. Dat is gewoon, er zijn echt de jongere jeugd die nu weer voor Harry Potter komt. Het is het fantasiegebeuren. Het zit ook toch wel heel goed in elkaar. En het bouwt zich op. Hè? De eerste boeken zijn wat eenvoudiger. En dat wordt dan steeds ingewikkelder en mysterieuzer. En, ja. Ik heb alle boeken en films gezien. Ja, wat vind je er nou zo bijzonder aan? Ik vind het gewoon spannend en dat je het door wil lezen. En dan zegt Ginny, je hoeft alleen maar echt op de muur tussen perron 9 en 10 af te lopen. Lily zegt, oh wat spannend. Dan zegt Harry, blijf vooral niet staan en wees ook niet bang dat je tegen de muur botst. Ook in Abcoude heeft men te maken met toenemende leegstand van winkels. Hoe blijft het centrum aantrekkelijk en authentiek? RTV nam een kijkje bij startbijeenkomst plannen maken. Er is ontzettend veel animo om te kijken, om mee te praten over het dorp Abcoude. Er zijn ontzettend veel ideeën leven er onder bewoners. En wij als ondernemersvereniging en vanuit de gemeente hebben gezegd, die ideeën moeten we naar boven halen. En die betrokkenheid hebben we nodig om te helpen ons dorp te ontwikkelen. Wat zijn dan de uitdagingen? Ja, uitdagingen zijn er. Er moeten absoluut nieuwe winkels bij. Maar we moeten ook kijken naar de bereikbaarheid van het dorp. We moeten kijken of ondernemers en bewoners met elkaar kunnen gaan samenwerken. We moeten kijken naar gezamenlijke promotie. We moeten kijken naar hoe we het dorp, de sterke punten uit het dorp naar boven kunnen halen en het dorp levendig kunnen maken. Ik weet niet of je de periode nog herinnert. Normaal gesproken, 3-4 jaar geleden zou de gemeente gewoon een kant-en-klaar plan aanleveren. En dan konden de inwoners en ondernemers konden daar gewoon op reageren. Dat willen wij niet meer. Dat werkt ook niet. Want wij denken en we weten ook zeker dat er veel meer kennis en kunde hier in het dorp zit. Dat er ooit in het gemeentehuis kan komen. En waarom zou je die kennis en kunde niet gebruiken? Als hier mensen kunnen wonen, werken en goed winkelen.
En de sociale cohesie is heel goed. Moet je eens kijken wat dat betekent voor het hele maatschappelijk leven hier. Zoveel mensen die willen meedenken, die willen meepraten. Dat is ook waarom deze avond in het leven is geroepen. Om juist die initiatieven uit de bewoners te halen. Wat Anko zegt, we moeten het met elkaar doen. En dat is juist, en dat proef je ook op zo'n avond, een saamhorigheidsgevoel. En in deze fase gaat het nog om ideeën. Je mag out of the box denken, je mag met wilde ideeën komen. En de volgende fase gaan we ermee aan de gang om te kijken wat we kunnen realiseren. En maar één ding willen ze, Abcoude mooier maken, ja. Maar ook voor langere tijd. En wat kan de gemeente daaraan bijdragen? Ik hoorde dat de regels niet in beton gegoten zijn. Nou, misschien wel een mooi voorbeeld. Heel veel ondernemers hebben nu te maken met de normen voor parkeren. Stel je nou voor dat hier uitkomt. Gemeente, ga eens wat soepeler om. En kijk naar de situatie wat soepeler om met die regels. Met die parkeernormen. Misschien kan dat een impuls geven naar ik weet niet hoeveel invulling van die winkelstraat. Stel je voor dat dat eruit komt. Dan kan dat weer een voorbeeld zijn. Voor Meidrecht, voor Vinkeveen, voor de hele gemeente. Ja, dat vind ik het mooie. De gemeente zoekt de samenwerking juist met al die lokale ondernemersverenigingen. En voor elk gebied heeft natuurlijk zijn eigen karakteristieken en zijn eigen problemen en wensen. En juist vanuit Abcoude willen we met die thema's met de gemeente aan de gang gaan. In een regenachtig Abcoude stonden ze er in alle vroegte al. Nieuwsgierig naar de nieuwe plus met een nieuw concept. Het is geweldig. Het is echt, het is groot, het is mooi. Het is helemaal uitgepakt allemaal. Ja, ik vind het echt geweldig persoonlijk. We zijn natuurlijk overgestapt op een heel nieuw concept. Dus naast dat we van het hele oude concept naar Plus Briljant zijn gegaan, hebben we meteen die hele nieuwe versie van Plus Briljant, waar ook die makerij, die keuken hier al erbij komt. Dus veel meer focus op vers, dus ook hoe groter deze afdelingen zijn groter. Bij de bakkerij zijn er heel veel dingen veranderd. En het is gewoon een stuk moderner. Dit is de eerste Plus die als Briljant 2.0 opengaat. Met heel veel nieuwe elementen. We hebben een makerij waarin we zelf pizza's afbakken van deegbolletjes. Maaltijdcomponenten klaarmaken, soepen klaarmaken. Vers belegde broodjes. Door de week bakken we ook kibbeling en lekkerbekjes af. Veel meer ruimte voor de versafdelingen. Dus dat zijn een aantal van de dingen die hier helemaal nieuw zijn. En het zelf scannen, waarbij de klant ook zelf af kan rekenen. Iedereen heeft ook heel erg meegeleefd tijdens het bouwproces. Er stond natuurlijk al een pand en we hadden met een hele hoop dingen te maken. Van, ja, tegen een dijklichaam aan, we moesten een parkeerkelder maken. Er zat vervuilde grond. Dus ja, al die elementen hebben het niet echt eenvoudig gemaakt. Als je eenmaal open bent en het staat een mooi en schitterend pand die echt uniek is voor Abcoude, beeldbepalend. Dan ben je alle andere dingen heel snel vergeten. Ik ben 6 uur wakker. Meteen een kopje koffie en ik ga leggen mijn auto naar Abcoude. En alleen om een minuut gratis te kunnen winkelen? Ja. Ik ben toch gokken. Hè. Mensen moeten toch een beetje gokken in het leven. Hè. U heeft een beetje eenzijdig ingekocht, hè? Olie en bier. Ja, ik vind een ideetje. Als ik de lot kan wonen. Mijn idee is voor de olie en de bier. Dus, de olie voor de family en bier voor mijzelf. Hoe kunnen we de bijzondere forten in de Ronde Venen behouden? Omwonenden, eigenaren, ondernemers en andere geïnteresseerden staken de koppen bij elkaar in de boei. Nou, we hebben hele mooie forten in onze gemeente. 6 fantastisch prachtige forten. En die forten staan volop in de belangstelling. Het zijn echt hele mooie historische gebouwen midden in het landschap. Er gebeuren al veel dingen in die forten. Maar er zijn ook allemaal mensen met hele goede plannen. En wij willen als gemeente gewoon eens een keertje met elkaar echt aan tafel zitten. Met eigenaren van de forten, mensen die plannen hebben in die forten, maar ook met omwonenden.
om eens met elkaar te kijken van wat is er wel en niet mogelijk. Dus we noemen het gewoon het ophalen van ideeën en informatie. Maar de forten zijn niet van de gemeente, dus wat kan de gemeente daar eigenlijk aan bepalen? Ja, het lastige is dat wij als gemeente wel voor een belangrijk deel uiteindelijk de randvoorwaarden bepalen wat er mag gebeuren. Want ja, je kan heel veel willen, maar je mag bijvoorbeeld niet maar zomaar bijbouwen bij forten. Je mag er natuurlijk niet overal blind parkeren. Als je daar dingen wil organiseren die geluid veroorzaken, ja, dan zou je daar goede afspraken met de omgeving over moeten maken. Dus dat is hier de plek om eens gewoon met elkaar te verkennen. Wij vinden het heel belangrijk dat die forten in stand blijven. En er is ook echt wel voor nodig dat daar wat meer activiteiten komen om ook wat geld te genereren. Die eigenaren vinden dat belangrijk, maar dan is vervolgens wel de vraag van hoe breed wil je daarin gaan? En daarom is het gesprek vanavond. Want hoe belangrijk zijn die forten voor de Ronde Venen? Nou, de stelling van Amsterdam bestaat uit een hele hoop forten die helemaal om Amsterdam liggen. Die allemaal dienden ooit ter verdediging van Amsterdam. En ik mag echt iedereen aanraden om er eens te gaan kijken. Het is fantastisch. Je loopt zo'n fort binnen en je waant je weer helemaal terug in de tijd. Het zijn forten van 150 tot 100 jaar oud. De oude manschapsverblijven zijn vaak nog intact. De oude wc's staan er nog. En het is niet alleen het fort zelf, maar het is het fort ook wat helemaal in de omgeving ligt. En als je dus boven Amsterdam gaat hangen, zie je ze echt zo als een ring om Amsterdam. Nou, de combinatie van die forten zelf, dat landschap en ook gewoon die grote hoeveelheid die er zijn, maakt het echt uniek. En de UNESCO heeft dat niet voor niets ook tot werelderfgoed uitgeroepen. Betekent dat het ook echt belangrijk is om het in stand te houden. Ja, er zijn mensen die hebben grootse plannen gehad om helemaal een soort halve hotels erbij te bouwen bij die forten. Ja, dat kan dus niet. Jullie maken gebruik van een bureau wat ervaringen mee heeft. Als ik het nou zo kijk, dan denk ik, zij hebben in wezen al een beetje ingevuld wat er moet gaan komen. Nee, ze hebben een aantal ideeën. Ze hebben gewoon de forten stuk voor stuk bekeken. En ze hebben ook in den landen gekeken. Want we hebben niet alleen bijvoorbeeld de stelling van Amsterdam, maar ook de Hollandse Waterlinie, waar ook veel van dit soort objecten liggen. Ze gewoon gekeken, wat zijn nou mooie voorbeelden? En ze hebben per fort gekeken van wat zijn nou karakteristieken van andere voorbeelden die je bij een fort hier zou kunnen gebruiken. Maar het is wel de bedoeling om het gesprek open aan te gaan vanavond. Maar ze hebben al een hele hoop mensen geïnterviewd en daar zijn hele goede ideeën uit voortgekomen. En hier komt heel veel samen. De sportverkiezingen staan weer voor de deur. Rondeveners kunnen nu hun voordrachten doen. Ja, we gaan het weer doen. Als gemeente organiseren we weer de jaarlijkse sportverkiezing van het jaar. De verkiezing voor sportman, sportvrouw, sporttalent en sportploeg van het jaar. En de nieuwe categorie is trainercoach van het jaar. We zien dat heel veel mensen zich inzetten voor de teams en de sporters en de verenigingen. Dat zijn de trainers en de coaches. Sommigen doen dat professioneel, sommigen doen dat vrijwillig. Maar iedereen zet zich keihard in en je ziet ze nooit. Het is dit jaar in het Piet Mondriaan gebouw in op Koude op 27 januari 2017. We hebben de inwoners en de verenigingen hard nodig, want die zijn degene die de sporters kennen en de teams en de trainer-coaches. Dus die moeten ook de voordrachten doen. Als inwoner of vereniging kan je naar de website gaan, www.derondevenen.nl. Daar is een mooie link op de homepage gemaakt en daar kan je een formulier invullen om jouw voordracht te doen. Als je iemand kent waarvan je denkt dat hij iets verdient, dat hoeft niet per se een topsporter te zijn, maar het kan ook iemand zijn die ontzettend met de sport bezig is of op andere manieren mooie prestaties neerzet. Zorg gewoon dat ze voorgedragen worden, dan gaat de jury naar alle voordrachten kijken om de genomineerden eruit te halen.